Goedemorgen, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandagochtend 1 mei en het is in Frankrijk een feestdag. Het is de dag van de arbeid. Het betekent dat er heel veel dicht is, zoals de supermarkt is dicht, heel veel winkeltjes zijn dicht. We hebben vanmorgen wel een bakker gevonden die open was en anders hadden we het op de camping kunnen halen. Het is ondertussen al 9:30, maar Laurens slaapt nog. Het was een erg onrustige nacht, maar het is fijn dat Laurens haar slaap nu doorpakt. Ik denk dat het ook komt door het slapen van gistermiddag. Wat heel erg fijn is, want gisteravond merkte je gewoon dat het allemaal wat gezelliger was. En wat liever, vriendelijker. Zullen veel mensen met een kindje wel herkennen. Als ze moe zijn, worden ze wat bozer op elkaar, op ons. En dat was super leuk. Maar Laura was vannacht door het gesproken van haar zus echt klaar, wakker. Kwam niet in slaap. Uiteindelijk is ze dus in slaap gevallen en ze slaapt nu nog. Wij wilden eigenlijk om 9:00 wegrijden naar de dierentuin, maar ik heb ervoor gekozen om haar lekker te laten slapen. Ga ik ook nog lekker laten doen. Het is zo meteen een uurtje rijden. Hij is tot 6:00 open. Het is een hele mooie dierentuin op een berg. Hele grote dierreservaten. Dus het wordt sowieso een super leuke dag. Aan de codetaal van de mijnwerkers. Dat klopt. Hoe ben jij een codetaal? Mila ligt lekker filmpje te kijken. We hebben in Nederland wat afleveringetjes van dingen die ze leuk vinden offline gezet. Dachten, die hebben we altijd als nood in de auto, maar die hebben we op de heenweg niet gebruikt. Want ik wil ze gewoon zo min mogelijk scherm laten kijken in de auto. Wordt zo'n gewenning en ze vermaken zich heel goed met stickers bij ons. En sowieso gaat het rijden eigenlijk altijd heel erg goed. Maar het is ook hier handig, want we hebben geen wifi. En de wifi die hier kan kopen is gewoon niet goed. Dus nu kan ze af en toe gewoon lekker wat kijken. Nou, ze kijken sowieso bijna geen filmpje door de hele grote knutselbak die ik mee heb. Maar als ze even een momentje heeft zoals nu, dan is ze moe. Wil ze niet naar de speeltuin. En dan kan ze toch even lekker wat kijken. Dan doe ik even beter hier. Mag. Dan wordt het rood zacht. Tien over tien. En Laura is? Bakker! Wat zei je? Wat zei je? Daar zijn we. Mogen je geen honden? Sterren! Mogen je geen honden mee, mam? Nee, hier mogen geen honden. En ook geen auto's. Mee. Ook geen auto's, nee. Dus maar papa is thuis. Met Benji. Moet je plassen, Laura? Nee. Dat kan hier. Hey! Mag ik even sterren bij jou? Ja, tuurlijk. Ik zou even meer wat van kunnen. Nee. Mooi, hè? Die andere wil vooruit komen, maar dat kan niet. Nee. 50 minuten poging gedaan om er in slaap te lopen. Maar dat ging hem niet worden. Dus nu maar kijken en spelen in de speeltuin. Mama. Ja. Mama. Daar gaat ze. 1, 2... Wow! Daar moet de mevrouw de witteste mevrouw van de konijnen. Ga je konijn rijden? Ja. Wow, jij bent groot. Een sterrenlijke spelen. Nog een keer? Goed zo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Mama, hier kan ik slapen. Ja,
Lekker warm. Ja, kijk, even slapen. Nou, valt mee. Mama. Goed zo, boy. Wil van de neus hoor. Ga je van de neus hoor? Sta jij voor de glijbaan? Ik ga bij de glijbaan staan, dat is goed. Heel mooi. Oeh, zo, die gaat hard. Ja, als je nou daarheen gaat, dan kan je je kauwgom weggooien. Ga ik hard? Heel hard. Klein, hè? Ik heb mijn sandalen niet in de buggy gedaan. Echt wel? Ik zie ze. Er komt steeds zand in. En dat vind je wel? Velend. Dus nou ga je de dierentuin op je blote voeten. De dieren, die zijn los in de dierentuin. Kijk, daar is onder die plant. Oh ja. Allemaal stokstaartjes. Ja? Wat is het, hè? Ik zie jou in de dieren. Zie je dieren in de dierentuin? Nee, jij. Jou zie ik daar. Oh, ach, kijk, daar gaat er één liggen daar onder die plant. Onder een steen. Hij ligt gewoon daar in de hoogte. Eindelijk. Ja, hè? Daar ligt hij volgens mij te chillen. Ik kan nog hoger. 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 Kijk zo dichtbij. Oh, gaat lekker liggen, Lau. Nee, er komt een andere aan. Daar komt er nog één. Ja. Waarom zijn er geen ook geen baby's? Ik denk net als er baby's zijn dat die in een nest zitten. Oh, we moeten even bij opa. Oh, oh, ze krijgen eten, denk ik. Dat is eigenlijk een mega grote. Groot, hè? Kijk maar, Charlotte, ga maar koken. Ga je doen? Ik ben niet. Wat dit uitzicht. Goed zo, Lau. Kijk uit dat je niet uit de buggy valt met het smeren. Zou zonde zijn. Ja.
sterren. Dank je wel. Goed zo. Nou? Ja, ik duw jou. Lekker naar de auto. Waarom? Ga naar de camping. Nog steeds op de blote voet, hè? Nou, dan gaan we weer op de karaboen gaan gooien en ik Api, oké? Door het raampje van de kasteel. Ja. Dat is een goed idee. Laura en ik zit boven je. Laura, wil je de doek? Ja. Oh, dat is lief. Volgens mij laten beelden van dit kleine meisje niet helemaal zien hoe het echt is. Sterre heeft haar dag niet. En heeft vooral gehuild. Hé, liefie? Oh, allemaal kinderwc's. Doei! Je kan wel op slot. Ja, dat kan ook, want ik kan er overheen als ik moet. Oh, zijn eitje. Dat zijn Mila en jij. Ik weet wel dat ik niet afrit op. Nee, maar deze. Was zo'n slang, hè? Ja. Ah! Kijk. Ah. Echte zusjes. Ah. Ben jij, hè? Ben jij dat, sterren? Ja. Alweer even lekker terug op de camping. Wij gaan om 7 uur eten hier op het terras. Want het is 1 mei en de supermarkten zijn dicht. En we dachten, joh, weet je, het scheelt weer een hoop boodschappen. De meiden zijn al de hele tijd. Mila is daar een filmpje aan het kijken. Lauren is daar aan het spelen. En Sterre loopt nu net naar buiten omdat ik er weer was. Ik was heel even wat regelen. Huh? Maar dat is ook zwart. Je zou de verf op zijn. Wat wil je? Huh? Je hebt gelijk. Groen wel? Of is de verf op misschien? Ik denk dat de verf op is. Ik denk dat er maar een bepaalde hoeveelheid. Als je nou deze doet, waar Orly heeft super mooi op heeft gekleurd. Het is niet super mooi. Wat vind je dat dan? Niet zo mooi. Oh, vind het krassen. Ja. Maar probeer eens of die verf het wel doet. Denk het wel. Hij doet het! Hij doet het! Goed zo. Hadden staan, maar die bevroren waren. Dus die had Marco er vanmiddag voor ze uitgehaald. Je hebt heerlijk gegeten, kinderen nog lekker gespeeld, Sterren net gebladderd, naar bed gebracht. En nu ja, gaan de meiden ook bijna naar bed. Wat is er? Alleen nog een douche. Douche? Wie zei dat? Heeft papa gezegd dat jullie gaan douchen? Dan gaan we even douchen. Wat? Dat ze gaan douchen. Gaan ze nog douchen?
Dat heb jij gezegd. Tegen Laura? Nee. Als ik Laura haar hoofd zo zie, dan zit wel Pietje smeerpoes. Lekker. Deze nat. Nou, dus voor nu gaan we deze vlog afsluiten. We hebben een superleuke dag gehad. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot morgen. Doei doei.